in en dan maak ik lachen. Of liever zit er diep op. Met lachen en lachen. Met z'n vrijheid. Even kan ik verhouden met je buiten. Goedemorgen en nog eens goedemorgen. Hier is Florisjan van Fleppenstein. Eindelijk eens rust op uw vertrouwde radiostation, waarvan me de naam even is ontschoten. Het is weer tijd voor Fleppenstein. Die schreeuw lelijk van een oom Henk is ziek. Kon hij maar voor altijd ziek blijven, zou je haar zeggen. Zie je? Maar goed, we beginnen deze uitzending met When the Sky is Blue van Dave Brubeck. Voor de wijnproevers. Het is weer tijd voor Fleppenstein. Yeah. Heerlijke muziek. Jongen, jongen. Oom Henk draait altijd iets gezelligs in het begin van zijn programma, meneer van Fleppenstein. Oké, briljant. Topreuze leuk. Doen we. Wat een goed idee. Daar komt ie. Ze kunnen allemaal zeggen wat ze willen. Gezellig. Maar ik heb al daar gelaar. Leuk, of ja, zo. Ze kunnen allemaal zeggen wat ze willen. Wat is dat voor een amuzikaal gedreutel? Huh? Floris, beste kerel, zeg nou zelf. In mijn tijd, toen ik op het conservatorium zat, toen wisten wij wat muziceren was. Dat misselijke gehengst op die moderne synthesizers is toch werkelijk niet om aan te horen? Uit die plaat, nu! Nou, kennis nemen van andere muziekculturen, dat is goed voor de algemene ontwikkeling. Daar heb ik geen reet mee te maken. Gloedonder, gloedonder, ik kan nog niet eens even ziek zijn of de aasgieren zitten alweer op mijn stoel. Nou, het is weer gedaan met de rust. Oh, oh, wat zijn we ziek, hè? Ja, op Rotterdam! Nu het betere werk. Daar komt die Peter Beentje met. Hier heb ik jaren op gewacht. Hier heb ik jaren op gewacht. Zoals je praat, zoals je lacht. Maar Peter, ik laat mijn persoonlijke muziekkeus niet zomaar vervangen door de opgespillen van een of andere idioot. Dit zetten we dus maar eens even uit. Als ik Peter Beentje draai, dan draai ik Peter Beentje. Waar haal je de gore moed vandaan om in mijn studio aan mijn spullen te komen? Met je golfballenhassen. Kom dan met je grote smoel. Ik heb zwarte band, hoor. Hier! Wat wordt volgende keer de afzeiker van de week? Surf naar www.omehenk.nl en maak je persoonlijke keuze. Ben ik mezelf week. Ja, ik ben er 8 voor half 8. Dit is nou ook al reclame te maken, zo. Schaamteloos werd weer door een piraat weggedrukt. Afijn, Ome Henk, je hebt het gehoord. Is dit nou de kwaliteit van de VARA? Ik begrijp het ook niet, hoor. Gelukkig begin.